Yo boys, welkom. Het is hier Tom's Retro Corner, trc_live. En vandaag met een guide over Rogue's Den. Een beetje uitleg over de Rogue outfit. Hoe dat ik het doe, hoe dat andere mensen het doen en zo. Dus voor als je het niet weet, de Rogue's Den is eigenlijk een minigame. Dit was vroeger een heel populaire spot, ook om te koeken, omdat je hier een bank hebt. En zoals je ziet, hier staat iemand, omdat je hebt hier een bank, je kunt direct koeken, snapte? Het gaat wel vooruit. Maar eigenlijk is dit dus eigenlijk gewoon een minigame. Dit is een thieving minigame, waar dat ik jullie direct door ga helpen. Het enige dat die set eigenlijk doet, is... alles wat je thieft, krijg je dubbel, snapte? Dus als je coins thieft, dan krijg je dubbele coins. Thieft je... bijvoorbeeld seeds, bij een master farmer of bij een gewone farmer krijg je die ook dubbel. Dus dat is best wel gewoon echt een heel goede set om te hebben. Zeker voor Iron Man is dat wel belangrijk. Nu, waarom ik het heb gedaan... Ik heb het gedaan voor... Waar staat het hier? Ah, hier, voilà. Ik heb het gedaan omdat het een hele collection log slot is. Zoals jullie weten, ik ben een pet hunter slash collection log completer. Dus dat is eigenlijk gewoon hetgeen waar dat ik daarvoor gedaan heb. Nu, wat ik jullie echt aanraad, is ga eerst voor 80 thieving. Waarom? Dat ga ik jullie direct uitleggen. Maar vooral voor de eerste keer, je mocht niks aan hebben bij deze minigame. En voor de eerste keer denk ik dat je met die Martin moet praten. Maar de rest voor de tweede keer kunnen gewoon direct binnen gaan. Nu, wat ik jullie altijd aanraad is, drink gewoon een stamina potion voordat je naar binnen gaat. Gewoon in één sipje, voilà. Dan ga je naar binnen en je krijgt een jam. Die jam doet eigenlijk geen shit. Dus volg exact wat ik doe. Dus hier gaan we eerst gewoon door. Hier klikken, hier is nog iemand aan het doen. Hier gaan we gewoon ook door. Hier gaan we op de hoek staan en we gaan van hoek naar hoek lopen. Je kunt in het midden lopen, lekker als deze doet, maar dat is eigenlijk voor niks heeft dat nut. Voor de rest, ga je er gewoon door. Voor de rest, lopen tot deze square. Waarom tot deze square? Omdat anders hier is een val. Dus je gaat naar deze square, je gaat van die square naar die square. En dan ga je gewoon verder lopen. Voor de rest, dit is even niks. Hier moet je gewoon klimmen zoals deze man doet. Laat je even klimmen. Voor de rest kunnen hier twee kanten op, maar we gaan naar de rechtse kant. Hier kunnen lopen, maar vanaf dit moment moeten stappen. Waarom? Je moet eerst op deze tile stappen, dan hierop stappen en dan springt je erover. Snap je? Je kunt niet lopen, want als je loopt ga je terug naar de andere kant. Voor de rest, hier moet je gewoon door. Hier moet je klimmen. Voor de rest kunnen we gewoon lekker volgen, niks aan het handje. En hier moeten opletten. Hier ziet je Search Trap, snapte? Dus je kunt tot deze steen lopen, je kunt doen wat hij doet, of je kunt ook gewoon even de trap searchen. De trap is goed en je kunt verder lopen. Deze man heeft geen, daarom dat ik nu zeg je moet 80 thieving hebben. Waarom? Als je geen 80 thieving hebt, moet je heel die shit langs hier doen. Als je 80 thieving hebt, kun je hier gewoon door. En dit bespaart je zo fucking veel tijd. Ik heb deze collection log gecomplete op 40 minuten en ik moest het volledig leren. Ik moest een guide bekijken, ik moest het leren en zo. Dus ik denk als je, ik heb ook een paar keer ongeluk gehad. Dus ik denk als je gewoon chance hebt, dat je op een half uur alle 5 pieces wel kunt hebben. Nu zitten we hier vooral. Terug hier bij die draaiende dingen. Je gaat gewoon hier in de hoek staan. Je gaat naar hier gaan. Je gaat springen. Je gaat terug naar hier klikken. Dat gaat terug gebeuren. Hier in een hoek tikken en dan gewoon terug verder. Ik zeg het, ik raad u echt aan 80 thieving te gaan halen. Dit gaat zoveel sneller dan. Hier moet je even wachten. We zijn eigenlijk al bij het einde. Je moet wachten totdat hij naar de andere kant kijkt. Dan pak je poeder. Je doet dat poeder op die kerel. Die is blind of stunned en je kunt gewoon verder lopen. Nu, dit is eigenlijk al gewoon het einde van de minigame. Hier gaat je gewoon verder. Je gaat daardoor. En dan tikt je hier op een reward. De reward is de crack in de wall. Nu, ik heb chance. Voilà, dit is dus eigenlijk gewoon het einde. Nu, wat je hebt, je gaat niet altijd een crate krijgen. Je gaat ook een rogue's kit krijgen, of soms gaat je zelf gewoon niks krijgen. Ik heb in 40 minuten iets van een 10 runs gedaan, en ik heb in 10 runs ene keer wel een item gehad en de andere keer niet. Dus als je zo een crate krijgt, kun je dingen doen. Je kunt kiezen voor een piece of rogue equipment. Dat is hetgeen dat je moet hebben als je de full set wilt. Nu, ik heb de full set al, dus ik ga dat niet pakken. Ik ga een rogue kit pakken. Wat doet een rogue kit? Eigenlijk doet dat geen shit. Je kunt er een spade van maken, een chisel, een rope of een tinderbox. We gaan voor good time's sake een spade pakken. Voilà, en we hebben een spade. Nu, dat is totaal niet belangrijk, die rogue's kit. Je wilt dat niet hebben. Nu, op het einde kunnen er 3 dingen gebeuren. Of je kunt, lekker als mij, gewoon goed zijn. En je kunt zo een doos krijgen. De doos is wat je wilt, want daar kun je kiezen om een kit te krijgen. Of een piece van de rogue's outfit. Dat is hetgeen dat je wilt. Of je kunt een rogue's kit krijgen. Dat is weer een van die 4 dingen. Wat was het? Een spade, een rope, een tinderbox en een chisel, als ik me goed herinner. Dat wilde ook niet. Of op het einde kunnen nog gestunt worden en dan krijg je helemaal niks. Nu, dat kan gebeuren. Kijk, ik hoop dat ik jullie heb geholpen met deze guide. Nogmaals, echt, doe dit niet onder de 80 thieving, want ik ken een maat van mij dat onder de 80 thieving heeft gedaan. En die is daar 12 uur aan bezig geweest. Nu, ik raad jullie dat echt volledig af om dat zo te doen. Zoals jullie wel snappen, als je gaat voor de collection log, is dit echt een heel easy ding om te completen. Het duurde mij 40 minuutjes, dus ik denk dat jullie het ook wel rond die tijd zouden moeten gecomplete hebben. Voor de rest, ja, dit was het een beetje. Ik hoop dat de guide jullie geholpen heeft. En als het geholpen heeft, laat een comment achter in de YouTube-sectie beneden. Vergeet niet te liken en te subscriben als deze guide jullie geholpen heeft. En ik zie jullie graag gewoon in de volgende video terug. Yo, merci om te kijken iedereen. Yo.